De meeste planten gedijen het beste in het volle zonlicht. Er zijn echter ook planten die houden van halfschaduw of zelfs hele schaduw. Vandaag gaat het over bosplanten. Hier hebben we een grote brandnetel en ik zie daar ook mos. En hier staat klein springzaad en gewoon nagelkruid. De belangrijkste reden waarom bosplanten in de schaduw staan, is concurrentie. In het bos, in de schaduw, ondervinden ze geen concurrentie van andere planten die goed tegen veel licht kunnen. En de bosplanten hebben zich allemaal aangepast aan de donker en hebben daar allemaal hun eigen strategieën ontwikkeld. Hier staat klein springzaad. En klein springzaad is een plant van de halfschaduw. Hij heeft zijn tactiek is om open plekken op te zoeken. Plekken langs de paden of plekken waar bomen zijn omgewaaid. Waar dus van één kant een strook licht naartoe komt. En daar richt hij met al zijn kracht alle bladeren op. Dat kun je ook zien. Alle bladeren staan mooi verdeeld langs de steel. Die staan ook daadwerkelijk allemaal richting het licht. Mooi is zijn bloempje. Hij heeft mooie gele bloempjes met een spoor. Een prachtig mooi lang spoor zit eraan. Twee mooie lippen met honingmerkjes. En verder is het heel interessant om te laten zien hoe hij aan zijn naam is gekomen. De vruchtjes van het klein springzaad zijn namelijk nogal gevoelig. En als je ze aanraakt, dan springen ze in één keer allemaal weg. Dus het zaad springt daadwerkelijk weg, omdat de spanning staat op de vruchtjes. Op deze plek staan ook twee mooie soorten. Robertskruid is de plant hier met het geveerde blad en de roze bloempjes en de vruchtjes die lijken op de bek van een ooievaar. Vandaar dat hij bij de familie van de ooievaarsbekken hoort. Een andere leuke soort is het nagelkruid. Met de kleine gele bloempjes die hier zitten. En als hij uitgebloeid is, krijgen de vruchtjes, en daar kan hij zijn naam aan ontlenen, op het uiteinde al een soort uitsteeksels die lijken op ouderwetse nagels, op ouderwetse spijkers. Alleen het kan ook zijn dat hij zijn naam heeft ontleend aan iets anders. Als je namelijk de voet van de stengel kneust, dan ruikt hij een beetje naar kruidnagel, dan ruikt hij een beetje zoetig. Nagelkruid. En omdat hij oppervlakkig wortelt, kan ik hem nu weer terugplanten op zijn originele stek aan de rand van het bos. Thank you.
Maar niet alleen in het Stadspark. Ook hier, achter de Grote Beerstraat, vlakbij het spoor in Paddepoel, komen een aantal leuke soorten tegen, leuke planten die van half schaduw houden. Dit is er één van en dit is heksenkruid. Daar bestaan weer twee vormen van, groot heksenkruid en klein heksenkruid. Alleen die lijken erg op elkaar en klein heksenkruid is weer een bastaard van groot heksenkruid en een andere. Kortom, we houden het maar op heksenkruid. En deze heeft ook weer prachtig dat blad wat kruisgewijs om zijn steel staat, waardoor hij weer al het licht wat hij nog krijgt, in dit geval mooi langs het voetpad, dat hij allemaal op kan vangen en om kan zetten in energie via de fotosynthese. Heksenkruid. Alle bosplanten houden van humus. En humus is eigenlijk niets anders dan verteerde bladeren en ander organisch materiaal. Door die humus zit er ook veel voedsel in de grond. En ook daar houden bosplanten van. En behalve voedsel ook van vocht. Ze kunnen niet tegen droogte. En gelukkig houdt de humus en alle organisch materiaal wat op de bodem van het bos ligt en langs de paden heel veel vocht vast. Hier langs de A7, ter hoogte van de Bornholmstraat, staat een andere bosplant, of plant die van schaduw houdt, die staat hier. Maar in tegenstelling tot andere bosplanten kan deze ook goed tegen licht. In de volle zon zelfs komt hij tot wasdom en gaat hij vrucht dragen. Hij kan dus ook in tegenstelling tot bijvoorbeeld klein springzaad of nagelkruid ook tegen droogte en dus tegen zon. Van de ene kant van de A7 lopen we nu naar de andere kant, vlak achter de Euroborg. Want hier staan ook weer bramen. En zoals u misschien niet weet, ook bramen bestaan weer in verschillende groepen. Er zijn verschillende soorten bramen. Onder andere een koebraam, een dauwbraam en heel toepasselijk een bosbraam. De braam vindt het dus prettig om in de buurt van bomen te groeien. Want met de uitlopers van zijn takken, en die vormt hij op meerjaderige oude takken, met die uitlopers klimt hij in de bomen en aan die uitlopers komen ook de vruchten te zitten. De heerlijke, welbekende bramen. Er is toch iets aan de hand met die bramen, want zoals hier in deze buurt kan namelijk een vos komen. En die vos die draagt een lintworm bij zich. Die lintworm verspreidt eitjes in de poep en de pis van de vos. En vos houdt ook van bramen, dus die bramen hier kunnen besmet zijn met de voslintworm. Als een mens die binnenkrijgt die eitjes, dan ontwikkelt hij dat larven en dan kan de mens erg ziek van worden. Alleen bramen die wat hoger zitten, daar kan de vos niet bij. Deze braam hangt heel hoog. Dus is hij veilig en hij ziet er heel lekker uit. En dat is hij ook. Van de meer open vlakte gaan we weer terug naar het bos. Ook hier in de Sterrenbos staan weer allerlei verschillende bosplanten. Er staat ook nog een struik. En deze struik, in dit geval de hulst, heeft een andere tactiek. Hij blijft namelijk het hele jaar door groen. De blaadjes vallen niet af. En daarmee heeft hij als voordeel dat hij in het vroege voorjaar, wanneer alle bomen hier kaal zijn, al het zonlicht wat dan er doorheen valt, door het bladerdek, door de kale bomen, die kan hij opvangen en daar groeit hij daarvan. Dus in het voorjaar groeit hij het hardst en maakt hij de meeste blaadjes aan. De rest van het jaar moet hij het wat doen met minder licht. En nu, wat leuk is, hij staat nu in bloei met witte bloempjes.
die in het najaar en in de winter zich ontwikkelen tot vruchtjes, tot de bekende rode vruchtjes. Nu kijken wij de hele dag al naar beneden, maar ook boven in de bomen groeit een interessante plant. Een echte klimplant die houdt van bomen en vaak hoog in de bomen klimt, is de Hedera, oftewel de klimop. De klimop heeft ook net als host leerachtige bladen, een beetje wasachtige laag over zijn blad, waardoor hij niet uitdroogt in de winter. En daardoor kan hij dus ook altijd groen blijven. Hedera bloeit in het najaar en vormt in de winter bessen. Die bessen worden ook pas rijp in de winter en zijn dan heel belangrijk voor vogels, omdat ze zijn een belangrijke voedselbron voor vogels in de winter. Ten slotte heeft de klimop bij sommigen een kwalijke reputatie. Ze denken namelijk dat Hedera, dat de klimop, de boom wurgt. Hij heeft namelijk wel dikke wortels, maar die wortels die hechten zich alleen oppervlakkig in de boom. Dat kun je mooi zien. Dit is oppervlakkig. Je kunt hem met enige kracht keuze ook loshalen, maar die gaan nooit dieper dan de bast van de boom. En de klimop haalt dus ook geen voedingsstoffen uit de boom. Hij gebruikt de boom alleen als klimrek. Dit was het voor dit keer. Tot de volgende week bij weer een nieuwe aflevering van Ogen, Troost en Liefdegras.